Dames en heren, welkom. Vandaag beginnen wij aan een nieuw avontuur. Jullie zien het staan. Het ziet er anders uit dan de afgelopen paar cartoony avonturen. We beginnen vandaag aan Detroit Become Human. Een wereld waar veel androids bezig zijn. Jullie zien haar, het lijkt op een vrouw, maar je ziet hier in haar hoofd een chip. Het is een androïde. En deze wereld zit vol met androïdes. Waarvan wij zelf waarschijnlijk ook één zijn. Ik weet nu niet wat er gaat gebeuren. Maar ik probeer je een video te introduceren, mevrouw. Wil je niet door mij heen praten? Dankjewel. We gaan een nieuwe missie beginnen. Of een nieuwe missie. Een nieuwe game beginnen. En ik neem jullie weer mee in mijn avontuur. Ik ben benieuwd. We beginnen met een filmpje, denk ik. 15 augustus 2038. Android. Hij gooit het muntje op voor elke verdieping. Hij doet allemaal gekke trucjes. De 70ste verdieping. Oké. Okay. Negotiator on site. Dat zijn wij, we kunnen lopen. Oké, okay, hier is een foto. Philips John, vader, Caroline, moeder, Emma, kindje. Oké, okay, zet die maar terug. Er ligt hier een vis. Oké, okay. Save of leave? Nee, gaan we redden natuurlijk die vis. Wij zijn misschien een android, maar we willen natuurlijk zo menselijk mogelijk blijven. Kijk, oké, okay. Software instability. We kunnen hier lopen. Hé, hey, dat is de moeder. Zij vertrouwt ons niet. Zij vertrouwt ons niet. Find Captain Allen, die staat daar blijkbaar. Captain Allen, ik heb jou gevonden. Mag ik met jou praten? Nee. Hang even de telefoon op, jongen, dan kan ik mee praten. Captain Allen, my name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. It's firing at everything that moves. It already shot down two of my men. We could easily get it, but they're on the edge of the balcony. If it falls, she falls. Do you know its name? I haven't got a clue. Does it matter? I need information. We hebben informatie nodig, inderdaad. Als wij een ding zijn, een negotiator, moeten we informatie hebben over deze vijand, wat het ook is. Die het kind heeft ontvoerd. Oké. Hier ligt een koffer. Wij missen twee dingen. Kogels en een pistool. Die missen allebei. Reconstruct. Oké, okay, dit is net als in Batman. Reconstruction site. Daar, hij pakt iets. The Father's Gun. The Father's Gun heeft hij gepakt. Ah. Hier zie ik nog informatie. Zag ik. Kijk, geel is informatie. Kijken in de badkamer. In de badkamer is niks te vinden. Wat is dit voor kamer? Hier ligt een tablet. Oké, okay. Is dat de ontvoerder? Daniel? Defiant's name Daniel. Ja, inderdaad. Dus het is de... Hij is bevriend met dat meisje, maar hij heeft haar ontvoerd. Hier ligt muziek.
harde muziek. Child didn't hear gunshots. Nee, als ze zo hard muziek aan het luisteren was, dan heeft ze niks gehoord, nee. Informatie gevonden. Verder is hier niks te vinden, lijkt het. Searched. Daar zijn nog dingen te vinden. Laten we daar maar eens gaan kijken dan. Examine the victims. Hier is een televisie. The family's android. En dat is die Daniel, waar dat meisje net iets over verteld heeft. Dit is weer hetzelfde. Dat is weer hetzelfde. Oké. Okay. Band staat aan. Family wants to buiten have dinner. Oké. Okay. Wat kunnen we hier nog meer vinden? Hier ligt nog een tijdschrift of een krant. Cyberlife Androids, dat ben ik ook. Hebben we net gelezen. Hier ligt een victim. DPD officer was first responder. Kijk naar zijn ogen, hij is dood. Ja, dat had ik wel bedacht. Hij heeft een kogelgat in zijn buik. En hij heeft gunshot residue aan zijn hand. Dus hij is zelf beschoten, is dat het? Daar staat iets. Hostage witnessed the shooting. Het kindje heeft gezien dat deze soldaat hem beschoten heeft. Hij wordt ook zelf beschoten. En zijn pistool is onder de tafel gevallen. Oké. Okay. Dan kunnen we die pakken, denk ik. Voor inspectie. Bewijsstuk A. Meenemen of laten liggen. Androids are strictly forbidden to carry weapons. Oh, dan gaan we dat niet meenemen. Ik wil me wel aan de regels houden natuurlijk. Daar verderop ligt nog een target. Oos. Man down. Oh mijn god, hier is iemand dood. Is dit de vader? John Phillips. Ja, het is de vader van dat meisje. Geschoten in zijn buik. Geschoten in zijn long, in zijn borst. En in zijn zij. Reconstructie. Waarom is hij beschoten? Waarom? Hij heeft iets in zijn hand. Father was holding something. Hij gooit het weg. Hij gooit het weg. Daar ligt het. Een tablet. Een tablet heeft hij laten vallen. Wat is er op die tablet te zien? Ja. Die man ging een nieuwe Android kopen. Een chickie. Om deze Daniel te vervangen. Daar zijn nog dingen te vinden. Dat lijkt het enige nog te zijn. Die vader ging dus... Oh, hij wordt boos. Wat is dit? Blauw bloed. Fresh blue blood. Android wounded. Ah. Androids hebben blijkbaar blauw bloed. Het is een PL600 model. Good to know. Hebben jullie mij nog wat te melden? Ik kan kijken. Hij staat daar. Worden we daar nog wijzer van? Ik zie ook niks hier. Ja, dan ga ik maar naar buiten. Dit is de enige objective die ik hier nog heb staan. Oh. Wij gaan naar buiten. Oh, hij schiet op ons. Stay back. Don't come any closer or I'll jump. Kalm aan, jongen. Kalm aan.
die snipers. Ja, we hebben wel backup, maar we moeten dat meisje redden. Naam weten wij. Hi Daniel. My name is Connor. How do you know my name? I know a lot of things about you. I've come to get you out of this. We komen hem eruit halen. Okay. Oh, die helikopter. Hij is destabilizing door die helikopter. Zijn chip is rood. Dat betekent dat hij boos is. Hij wordt geel. Hij wordt geel. Zijn chip. Is hij dan minder boos? Is hij dan bang? I know you and Emma were very close. You think she betrayed you, but she's done nothing wrong. She lied to me. I thought she loved me. Je kind kan hier niks aan doen, jongen. Je kind kan hier niks aan doen. They were going to replace you and you became upset. That's what happened, right? I thought I was part of the family. Hij is aan het stabiliseren. I thought I mattered. But I was just their toy. Rustig, jongen. Something to throw away when you're done with. Listen, I know it's not your fault. Het is niet jouw fout. These emotions you're feeling are just errors in your software. No, it's not my fault. Hij staat stabilizen. I never wanted this. Het is niet jouw fout, jongen. I love them. Rustig aan. You know? But I was nothing to them. Just a slave to be ordered around. Hij wordt gek van die helikopter, van dat lawaai. Ja, I can't stand that noise. Tell that helicopter to get out of here. Ja, is goed. Is goed. Hup, ga weg. We moeten die man rust geven, dat hij niet kwaad wordt. There. I did what you wanted. You have to trust me, Daniel. Let the hostage go and I promise you, everything will be fine. Hij zal stabiliseren. I want everyone to leave. And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. Dat kunnen we niet doen, jongen. That's impossible, Daniel. Let the girl go, and I promise you won't be hurt. I don't want to die. You're not going to die. We're just going to talk. Nothing will happen to you. You have my word. We hebben zijn vertrouwen gewonnen. Okay. I trust you. Hij vertrouwt ons. Hij laat het kind los. Nee! Oh, die sniper. Wat doet hij? Oh, die sniper. We hebben net het vertrouwen gewonnen van deze man. We hebben hem beloofd dat hij niet pijn zou lijden. You lied to me, Connor. You lied to me. You lied to me. De sniper heeft ons plan verkloot. Waarom? Mission successful. Maar die sniper. Oh mijn god, wij proberen menselijk te zijn, eerlijk te zijn. En de sniper verkloot het voor ons. Maar het meisje leeft. Maar het meisje leeft. Completed the hostage. Oh, dit is het hele stappenplan wat we hebben kunnen halen. Snipers hebben hem gekilled. Build trust hebben we gedaan. Get close enough hebben we ook gedaan. Om te negotiëren. Vriendelijk gebleven. Hebben we die gun niet meegenomen? We hebben die vis gered. Dat hebben we ook nog gedaan, ja. Ja. Alright. Nou, de hostage. Het is ons gelukt om het meisje te redden van deze gevaarlijke android is het niet. Hij is bang dat hij vervangen wordt door een jonger model. Letterlijk dat. En daarom is hij op hol geslagen. Tot zover de eerste missie, denk ik. Dus ik
ga jullie meenemen naar het volgende deel van dit avontuur in de volgende video. Dus ik hoop jullie dan weer te zien. Bedankt in elk geval voor het kijken naar dit eerste deel. En graag tot dan. Joejoe!